Goedenavond iedereen, ik ben Cleo. Ik ga proberen advies te geven voor de komende week. Dus de week na 6 november. Ik heb veel meer kaarten getrokken per ongeluk dan normaal. Dus ik ga helemaal geen persoonlijke uitleg geven. Ik denk dat dat ook niet nodig is. Sommige dingen vullen aan op wat ik al eerder heb willen posten vandaag. Dus dat is heel mooi dat ze dat op een soms nog mooiere manier zeggen dan ik. Ik werd ten eerste al geleid om 3 decks te nemen. De eerste was dan deze. Manifesteren met de maan. Ik denk dat dat nieuw is. Het tweede deck waar ik 3 kaarten uit heb getrokken is... Het sterrenlichtorakel. Sterrenlichtorakel. En ik voelde me ook geleid om de wijsheid van engelen te gebruiken. Daar heb ik 2 kaarten uitgetrokken. Per ongeluk elke keer. Dus het is niet dat ik van plan was om in totaal 6 kaarten te trekken. Ik ga ze nu allemaal laten zien en voorlezen. Dus de eerste kaart die ik heb getrokken is in deze. Nieuwe maan in stier, weet wat je waard bent. Van dit deck dus. Ik zal proberen te laten zien terwijl ik het voorlees. Ik weet niet of me dat lukt. Nee, ik ga het niet doen, sorry. Nieuwe maan in stier, weet wat je waard bent. Je bent op de goede weg, dus ga gewoon gestaag door. Het is cruciaal dat je beseft dat jij je verlangens waard bent. Kansen dienen zich aan als jij in jezelf gelooft. Leg negatieve opmerkingen van anderen naast je neer. Als je iets wil manifesteren voor het welzijn van alle betrokkenen, ongeacht wat er in het verleden is gebeurd, dan zul je daarin slagen. Een gezonde eigenwaarde stimuleert ook je manifesterende krachten. Dus probeer meer van jezelf te houden. Wees trouw aan je waarden. Manifesterende focus. Deze kaart is een goede teken voor kwesties die verband houden met bezittingen, sensualiteit, liefde, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Manifesterende mindset. Erken je kwaliteiten en schrijf ze op. Sorry. Als je dat moeilijk vindt, vraag je een vriendin of vriend wat hij of zij zo geweldig aan je vindt. Manifesterende tips om je eigenwaarde te vergroten. Roep de hulp in van aartsengel Gamuel, dat is die voor liefde. Die je helpt alles te vinden wat je nodig hebt en spirituele verlichting brengt. Maak verbinding met Venus, de planeet van liefde en overvloed, die stier regeert. Plaats een afbeelding van Afrodite op je altaar om Venus-energie aan te trekken. Houd deze kaart bij je hartchakra. Dus deze, nog een keer. Die hou je hier. En voel de mooie en liefdevolle energie van Afrodite. Jouw manifesterende affirmatie. Ik verdien het om te manifesteren, puntje, puntje, puntje. Het beste moment om je magie te manifesteren. De beste tijd om je magie haar werk te laten doen, is wanneer de maan in stier staat op een vrijdag, Venusdag, of tijdens het Venusuur. Dan moet ik pagina 24 kijken, sorry. De nieuwe maan in stier vindt plaats wanneer de zon en de maan op hetzelfde dierenriemgraad als stier staan en de energie zich gestaag richting je doelen beweegt. Dat was dus dan deze uit dit boekje. Dan gaan we door met dit boekje. Daar heb ik er 3. De eerste alfabetisch is in deze. Karmische relaties, Orion-energie, polariteit, zielsgroei, strijd. Sorry. Orion, karmische relaties, Orion-energie, polariteit, zielsgroei, strijd. Velen dachten dat het sterrenbeeld Orion een sterrenbeeld was van grote polariteit en uiteindelijk eenheid. Velen geloven dat veel sterrenlichten die deel uitmaken van dit kosmisch verhaal op aarde zijn geïncarneerd en nu karmische relaties uitspelen uit de tijd van Orion.
Misschien ben je één van hen. Polariteit veroorzaakt conflicten en zorgt voor scheidingen. Maar hierdoor kan een conflict ook resulteren in één zijn en groei. Te veel misverstanden zijn er de oorzaak van dat we ons hart en onze geest niet openen en de dingen vanuit een ander gezichtspunt zien. Wanneer we er nog eens een tweede gedachte aan wijden in plaats van de moed te verzamelen om ons hart open te stellen, moeten we toegeven dat we misschien hebben gereageerd vanuit onze eigen gekwetste gevoelens en dan ontdekken dat we het samen eens zijn. We zijn allemaal onschuldige kinderen die graag gezien willen worden, begrepen en gekoesterd. Het is veel moeilijker om door middel van een conflict naar elkaar toe te groeien dan uit elkaar te groeien. En toch nodig het conflict hiertoe uit. Het is gemakkelijk om te reageren en de dingen persoonlijk op te vatten. Het vraagt veel meer moeite de onschuld van alle betrokkenen te zien en een manier te ontdekken om door het conflict naar elkaar toe te groeien. We groeien het meest door onze relaties. Hoe kun je hart verzachten en je verdediging genoeg laten vallen om de dingen vanuit een ander gezichtspunt te zien? Hoe kun je de onschuld van alle betrokkenen zien? Hoe kun je leren om eerder de overeenkomsten dan de verschillen te zien? Stel een lichtziele vraag. Welke relaties vind je het moeilijkst? Hoe kun je de dingen vanuit een ander perspectief zien? Wat moet je doen om via een conflict te groeien? Dat waren dus deze. Dan deze. Laat een beetje los. Laat een beetje los. Copingmechanismen, verslaving. Laat God toe. Laat een beetje los, copingmechanismen, verslaving, laat God toe. Ik lees het nog een keer voor. We zijn altijd in beweging en Moeder Aarde leert ons met het komen en gaan van de getijden en de seizoenen hoe we iedere dag mens kunnen zijn. Als je ergens aan vasthoudt, bied je weerstand aan wie je van nature bent. De dingen waar we ons aan vasthouden zijn vaak de dingen die je het best kunt loslaten. Voedsel, middelen, relaties, je baan, andere pleasen enzovoort. De dingen waar we ons aan vastklampen verhullen vaak onze kwetsbaarheid. Dat deel van ons waar we bang voor zijn om los te laten. Dat deel dat we beschermen en waar we niemand toelaten. Maar door dit verborgen te houden met iets wat niet goed voor ons is, of eraan vast te houden uit angst dat het niet vanzelf blijft, voorkomen we de dingen die dit wel doen. Een cursus in wonderen vertelt ons dat wat we achterlaten door genade wordt opgevuld. En Boeddha zegt, je kunt alleen verliezen wat je vasthoudt. Beide zijn waar. Als je deze kaart hebt getrokken, is het een teken dat je de moed moet hebben om de teugel iets te laten vieren en de controle los te laten. Pas je niet langer aan, wees dankbaar en laat God toe in je leven. Wanneer je hieraan overgeeft, voelt het alsof je dichter bij het goddelijke komt. Het laten vieren van de teugel betekent niet dat waar je je aan vastklampt weg zal gaan. Dat kan, maar het kan ook blijven. Maar je kunt er zeker van zijn dat wat van jou is ook jou ook zal vinden. En je zult gemakkelijker ademhalen wanneer je weet dat je het vertrouwen op je eigen kracht hebt veranderd in overgave aan dankbaarheid voor het leven. Sterrenvraag, zielenvraag. Sterrenlicht, zielenvraag. Waar houd je aan vast uit angst dat er niets voor in de plaats komt? Pertinente vragen. En allemaal heel erg belangrijk als aanvulling op hetgeen ik heb gezegd in mijn video over psychoses en hoe je ermee om moet gaan. Wees baanbrekend, niet volgzaam. Een nieuwe weg, wees de leider die je had willen hebben. Als je wacht tot de weg perfect is gebaand, dan kies je niet je eigen pad en zet je waarschijnlijk zelf niet de eerste stap. Laat zelf een klein detail dat er niemand is die je de weg kan wijzen, niet de reden zijn dat je geen stap zet en niet de leiding neemt. Laat het de reden zijn waarom je het doet. De moedigste leiders die het meeste nodig zijn, wachten niet op toestemming of op het moment
dat ze het gevoel hebben dat ze er klaar voor zijn. Ze halen een keer diep adem, zetten de ene voet voor de andere en bedenken onderweg wat ze moeten doen. Ze wachten niet totdat iemand hen leidt. Ze leiden zichzelf. Dit is een kaart voor leiders. Het is het teken dat jij de weg die nog niet eerder is gegaan moet bepalen. Jij moet de eerste zijn en de weg bepalen voor de anderen die een beroep op je doen. Als je het gevoel hebt dat je niet wordt gewaardeerd, sta dan open voor degenen die hetzelfde gevoel hebben. Sta dan op voor degenen die hetzelfde gevoel hebben. Als niemand zich uitspreekt over wat belangrijk is, laat jouw stem dan horen. Niemand op aarde komt zo dicht bij jouw uniek zijn en alles wat je kunt, jouw talenten en jouw levenservaring. Kijk niet naar degenen die eerder deze weg bewandelden. Leiders moeten hun eigen weg bepalen. Doe het voor je dochter, doe het voor de jongeren, doe het voor de volgende leiders. Wanneer je het als eerste doet, dan maak je voor de anderen gemakkelijker om je leiding te volgen. Open nieuwe wegen, volg niet. Sterrenlicht, zielenvraag. Op welke manier moet je baanbrekend zijn in plaats van volgzaam? Hoe kun je de leider zijn die je had willen hebben? Dat was dus dit boekje van... ik kan het nog een keer laten zien. Een heel speciale doos. Dan dit deck, maar normaal gesproken heeft het boekje hetzelfde layout als het deck zelf, maar dat is dus hier niet. Ik heb twee kaarten getrokken. Ik ga toch eerst gewoon even de uitleg van de twee engelen voorlezen. Dus ik heb aartsengel Raguel getrokken en aartsengel Metatron. Aartsengel Metatron. Aartsengel Metatron dient als de verbinding tussen het menselijke en het goddelijke, hemel en aarde. Metatron is ook de beschermengel van kinderen. Metatron staat bekend als de hemelse schriftgeleerde en wordt gezien als een van de machtigste van alle engelen. Vandaar zijn reputatie als koning van de engelen en zal alles wat er in de hemel gebeurt bijhouden. Metatron is de tweelingbroer van aartsengel Sandalphon. De enige twee aartsengelen die ooit sterfelijke mensen waren. Enoch, Metatron en Elijah. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands uitspreekt. Elijah. Sorry, ik weet het niet. Elijah in het Engels. Aartsengel Raguel. Raguel betekent vriend van God. Raguel staat bekend als de engel van de orde en de eerlijkheid. Hij zou de taak hebben om te waken over andere engelen, zodat zij zich goed gedragen. Aartsengel Raguel is heel goed in conflicten oplossen en kan daarom worden aangeroepen als u vastzit in een situatie of meningsverschil, dat vrijwel onmogelijk lijkt op te lossen en hulp nodig hebt om harmonie of diplomatie te herstellen. Oké. Dan ga ik naar de eerste kaart. Aartsengel Raguel, conflicten oplossen. Conflicten worden opgelost als de polen in balans zijn en het hart en de geest met elkaar kunnen harmoniseren. Polen zijn net als de positieve en negatieve ladingen van een atoom, bedoeld om het geheel in balans te houden. Hoewel polen totale tegenstellingen lijken, zijn ze in de kern eigenlijk met elkaar verbonden. Ze houden alleen de tegengestelde aspecten van iets op hun plaats, zodat het geheel in balans is. Als u op dit moment een conflict hebt met iemand, moet u om de situatie op te lossen die persoon zien als een weerspiegeling van uzelf. Misschien is er iets wat u niet wil zien in uzelf of in uw leven en is deze persoon daar juist een weerspiegeling van. Het lijkt misschien dat u een tegengestelde mentaliteit hebt of dat u een tegengestelde plaats in uw leven bent, maar als u verder kijkt dan het oppervlakkige probleem, kunt u zien welk aspect deze persoon van u weerspiegelt. En dan kunt u reageren op basis van een hogere waarheid.
Het kan ook zijn dat u een innerlijk conflict ervaart als u merkt dat uw gevoelens en uw verstand een tegengesteld standpunt innemen. In die omstandigheden moet u stil worden om te kunnen horen en voelen wat angst is en wat waarheid, wat ego is en wat uw hogere zelf. Een dagboek bijhouden tot een diepere waarheid naar boven komt, is altijd een heel goede manier om innerlijk antwoorden te vinden. Het is op dit moment belangrijk uzelf open te stellen voor een gevoel van eenheid en verbinding met alles wat is. De wereld om u heen is een totale weerspiegeling van uzelf. Dit geldt ook voor de relaties die u hebt, het werk dat u doet en de manier waarop u reageert op mensen. Het is tijd om te realiseren dat wanneer u ziet dat twee polen worden uitgespeeld, er altijd een volledig beeld ontstaat. Als we in balans zijn, hoeven we de polen buiten onszelf niet uit te spelen. Als u de les in een conflict kunt zien, kunt u het probleem in uzelf oplossen en daardoor de behoefte aan het probleem om het probleem uit te spelen loslaten, waardoor ook anderen hun rol in het conflict niet hoeven uit te spelen. Dit is de ultieme vorm van het oplossen van conflicten. Prachtig mooi. Aartsengel Metatron, kinderen. Ja, kinderen. That's it. Aartsengel Metatron vormt de verbinding tussen het menselijke en het goddelijke. Dit is de laatste kaart. Dit is precies wat kinderen zijn. Het is geen wonder dat hij de beschermengel van kinderen is. Kinderen leven volledig in het nu. Ze leven in de waarheid van hun gevoelens en waarnemingen. Kinderen komen volledig van de godsplaats en leren in hun kindertijd te integreren in de menselijke wereld. Als volwassenen hopen we de les te leren dat de menselijke wereld de gedroomde godsplaats is en aan het eind van ons leven keren we terug naar die oorspronkelijke bron. Als kind is de wereld vol mogelijkheden. Het is een fantastische plaats om te onderzoeken en van te genieten. Gevoelens, magie, nieuwsgierigheid, avontuur en verbeelding. Al deze eigenschappen leven, ademen en uiten zich door het open en onschuldige hart van een kind. Als u vandaag deze kaart hebt getrokken, is het tijd om u open te stellen voor het wonder van het leven. Het is tijd om contact te maken met het kind in uzelf. Het is tijd om te spelen, onderzoeken, voelen en contact te maken met de wereld van mogelijkheden. Het is tijd om de drang om te doen los te laten en de drang om te zijn te omarmen. Maak u nu los van alles, van alle ik moet nogs, de druk, verantwoordelijkheden en ernst van het drukke, gejaagde en vaak vervelende volwassen leven. Het is nu tijd om nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken, spelen en contact te maken met de magie van het leven. Als u kinderen hebt of contact hebt met kinderen, gebruik ze dan als gids. Laat ze uw leraar zijn en u eraan herinneren hoe het is om vrij van geest te zijn en de wonderen van het leven, creativiteit, verbeelding en mogelijkheden te onderzoeken. Dat was dus deze kaart. Uit dit dek. Dat was het. Zoals ik al zei, ik ga er geen echte uitleg bij geven. Ik kan natuurlijk wel zeggen bij conflicten oplossen dat wat aartsengel Raguel zegt, dat dat eigenlijk wat ik noem het omarmen van je schaduwkant is. Dus hetgene wat je niet wilt zijn. En dat je daarom vaak ook in conflict komt, omdat je dat niet wilt aanvaarden. Zoals jullie weten is dit een lezing voor zo'n groot mogelijk collectief. Kan niet voor iedereen resoneren, dus neem mee wat voor jou goed is en laat de rest liggen. En dan wens ik jullie een hele fijne week en tot de volgende video. Dag hè!